Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een favoriete video voor jullie en het is tijd voor de favoriete van jullie. Ik moet zeggen, ik vind het wel heel veel producten deze keer. Het is wel eens meer geweest, gelukkig is het wel voldoende om er een video van te maken. En het geeft ook niet dat het iets minder producten zijn, het kan niet elke maand even vol zijn. Dus ja, dat even over de hoeveelheid. Ik moet overigens één hand gebruiken om de producten te laten zien. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Ik zit met deze hand in het verband. Ik ben met mijn hand op de deur gekomen. En ik heb twee breukjes in mijn vingers. In mijn twee vingers zitten deze breukjes. En daarna heb ik het logo hebben ze teruggezet. Het was beschadigd. Een hele toestand. Dus ik moet het even met één hand doen. En ja, als je benieuwd bent naar mijn favoriete producten, kijk dan zeker even gezellig. Ik heb het Hide & Seek Color Correcting Concealer Quad Palette. Dit is een palette met vier concealer kleuren erin. Ik zal hem even openmaken. Het leuke aan deze concealer is dat... dat gaat een beetje lastig met één hand. Ja. Is dat de kleuren ook allemaal een andere functie hebben. Dit is het naturelle kleurpalette. Ik ga even kijken. De eerste kleur is voor anti-redness. Dan de tweede kleur is concealer. De derde kleur is een dark circle kleur. En de vierde kleur is een highlighter. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk dat er een highlighter in zit. Ik had het nog niet eerder gezien bij andere palettes voor concealer, dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ik vind niet een heel fijn palette. Hij dekt naar mijn huid super goed, dus daar ben ik heel tevreden over. Dan heb ik nog deze concealer van Catrice. Dit is de Retouch Healthy Look Concealer. Het ziet er wel uit. Ik heb eerder al een review geschreven over de Retouch Light Reflection Concealer. Die was ook van Catrice. Deze kwam dus afgelopen februari in het schap en hij belooft je een wakker effect te geven en fijne lijntjes te verdoezelen. Nou, lijntjes, dat doe je niet. Die blijf je helaas wel zien. Maar het wakker effect krijg je zeker met deze concealer. Je ziet er echt gewoon super fris uit na het gebruik van deze concealer. Als je een nacht hebt gehad dat je slecht hebt geslapen of weinig hebt geslapen, dan ga deze concealer gebruiken, dan zie je er echt helemaal niks van, omdat hij gewoon echt een heel gezonde vloed achterlaat. En dat vond ik echt heel erg goed van deze concealer en daarom is het zeker een favoriet van mij. Dan heb ik een oogschaduwpaletje van NYC. Dit is nummer 817, South Street Seaport. Ik zal hem even laten zien. Deze kleurtjes zitten erin. Er zit ook een highlighter in, wat ik zelf altijd heel erg leuk vind. De kleurtjes passen super goed bij elkaar. Ik vind het zelf altijd ideaal. Ik ben iemand die graag meerdere kleuren gebruikt bij een look. Dus ik gebruik ook rustig gewoon het hele paletje. De highlighter echt om dingen op te lichten. En dan de rest van de kleuren gebruik ik in mijn ogen. En de kleuren passen gewoon heel erg mooi bij elkaar. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om het gewoon los te gebruiken, de kleuren. Maar ik ben zelf iemand die ervan houdt om alle kleuren te gebruiken. En dat is bij dit paletje gewoon mogelijk. Pigment is goed, dus ik ben hier heel tevreden over. Dan heb ik een Smoky Eyes setje van Catrice. Het gaat om dit setje. Ik heb hem helaas niet meer gereviewd op mijn blog. Dit was wel mijn bedoeling, maar ik zag vorige week dat de nieuwe collectie van Catrice al in de schappen lag. En dit was een paletje wat uit de schappen ging verdwijnen. Dus ik heb besloten om hem niet meer te reviewen. Omdat als je dan bijvoorbeeld de review heel positief vindt en je zou er zelf oren aan hebben, is hij niet meer verkrijgbaar. Dat vond ik een beetje zonde. Maar ik wil hem nog wel in deze video noemen omdat ik hem wel heel fijn vind. Ik heb de kleur Meet Me at the Bonfire. Je had twee soorten en dit is een beetje een lichtere variant. Ik zal hem even laten zien. Deze kleuren zitten erin. Ja, het fijne aan dit paletje is dat er ook een
eyeliner in zit. En dat is echt een hele fijne eyeliner waar je een mooi lijntje mee kunt trekken. Deze kleuren passen super goed bij elkaar. Ik vind het gewoon echt wel een mooi paletje. En het zijn ook wel echt smoky eye kleuren. Misschien dat lichter is misschien niet echt smoky eye. Maar ik vind het persoonlijk wel mooi om het daarmee aan te zetten. En ik vond het pigment super goed. Heel blij met het eyeliner die erin zit. Dus ik was hier heel positief over. Dan heb ik gelijk nog een smoky eye make-up boxje. Is dit. Dit is het How to Make Smoky Eye make-up boxje van Essence. Ook dit boxje gaat het assortiment verlaten. Als het goed is liggen deze nog wel in de winkel. Geldt natuurlijk wel op is op. Het zijn deze boxjes met die leuke spiegeltjes erin. En je hebt hier van die kaarten, zeg maar, hoe je een look kunt creëren. Maar het gaat nu natuurlijk wel om de kleuren. Dit is overigens het tweede boxje uit de collectie. Ik had eerst een ander boxje en die is vervangen door dit. Smoky Eye boxje. En dan zie je hier de kleuren. Wat ik heel mooi vind aan dit boxje is dat je ook bruin tinten erin hebt zitten. Het andere is, ja, gaat ook wel echt meer naar het donker, naar het zwarte toe. Je hebt hier dus ook bruin tinten in zitten. Dus je kunt hier ook een prima smoky eye mee maken die overdag prima kan. Ik vind vaak je zwarte smoky eye, dat wordt vaak voor overdag vaak al heel heftig. Of je moet het natuurlijk heel subtiel houden, maar vaak ja, wordt het met zwart toch wel echt een beetje een heftige look. En met bruin tinten, ja, die kan natuurlijk ook prima overdag. Het zijn wel allemaal glitterkleuren die erin zitten. Je hebt geen matte kleuren erin zitten. Mij heeft het persoonlijk niet gestoord, omdat ik het niet te veel vond worden. Maar je hebt wel eens dat als je alleen maar glitterkleuren gebruikt, dat het echt een beetje, dat je net een glitterbolletje wordt. Maar dat vond ik persoonlijk bij deze niet, maar daar moet je denk ik ook van houden. Maar het pigment was heel erg goed van dit boxje en ik vond de kleuren heel mooi. Dan heb ik een mascara. Deze is van de HEMA. Het is de Dramatic Lash Builder Mascara. Ik ga het borsteltje even laten zien. Voor zover dat lukt. Het heeft zo'n borsteltje. Dat is niet heel speciaal. Maar ik moet zeggen dat dit wel de eerste mascara is die ook daadwerkelijk heel veel volume geeft. De eerste mascara. Nee, dat zeg ik fout. Een van de weinige mascara's die heel veel volume geeft en toch betaalbaar is. Hij belooft dus een Dramatic Lash Builder. Je ziet echt wel verschil. Ook het borsteltje wordt afgebeeld op de verpakking zelf. Dus je kunt al een beetje afzien wat voor effect je gaat geven. Maar ik ben er echt heel tevreden over. Vaak als ik een low budget mascara ga proberen en die staat dus dat het veel volume geeft, vraag ik me af, oké, is het dus echt zo? Daarom ga ik het natuurlijk al testen, maar deze belooft echt wel wat hij waar maakt. En daar was ik heel erg blij om, dat ik nou weer een fijne mascara erbij heb gevonden, die veel volume geeft en lekker betaalbaar is. Dan heb ik een aantal producten uit de Lights of Orient collectie van Essence. Het was een collectie die ook heel snel is uitgevoerd. Heb ik sowieso wel het idee dat de limited collecties, hoe je het zo noemt, snel uitverkocht zijn. Maar deze ging ook zeker weer heel erg hard. Ik begin even met een nagellakje uit de collectie. Het is een beetje een roze kleurtje. Dit is de kleur, ik ga even kijken hoe die heet hoor. De Sultan's Daughter, hij was heel mooi dekkend. Twee laagjes waren voldoende om de nagellak echt goed te dekken. Het is een vrij licht kleurtje en dat is vaak toch wel wat lastig. Maar de dekking vond ik echt super goed en daar was ik heel blij mee. Voorlopig zal ik hem helaas niet kunnen gebruiken omdat mijn nagellak echt niet kan lakken. Maar zodra het weer kan, ga ik hem zeker vaker dragen omdat ik hem echt heel mooi vind. Dan heb ik de Body Splash. En het leuke is als je hem gaat... schudden dat je glittertjes krijgt. Het staat er ook op. Shake me. Krijg je glittertjes en de geur is echt heerlijk. Hij is echt zeker heel erg lekker zomers. Ik bleef hem echt graag spuiten omdat ik hem zo lekker vond.
Oh, ik vond hem echt geweldig. De geur is gewoon te lekker. Heerlijk fris. Hij heeft ook een naam gekregen. Hij heet Jenny in a Bottle. Ik doe me een beetje denken aan het nummer van Christina Aguilera. Maar ja, echt een heerlijke splash. Ook uit de collectie heb ik de Magic Eyeliner Pen. En ik ga ook even kijken hoe deze heet. Deze heet Aladdin Loves Cat Eyes. En deze heeft een beetje een speciaal puntje. Misschien zoals je kunt zien. Een beetje een speciale tip. Ik zie het de laatste tijd steeds vaker bij de eyeliners. Vooral bij de Limited Collecties. Ik ben het ook wel een aantal keer bij de Vries tegengekomen. Dat ze een speciale tip hebben waar je heel fijn mee kunt werken. Dat is ook bij deze soort dus geval. Je kunt er fijne lijnen mee zetten. Je kunt er grove lijnen mee zetten. Een wink eye is ook echt... Wink eye? Nee. Je kunt er ook in ieder geval een heel, heel fijne wing mee zetten. Dus dat is echt super, super mooi. Hij is lekker diep zwart en daar hou ik van. Ook de highlighter stick vond ik echt heel erg prettig. De highlighter stick heeft de naam Golden Gate to Orient gekregen. En het is dus gewoon echt zo'n stick, zoals je al verwacht. Ik moet zeggen dat ik even wennen vond om de stick gewoon te gebruiken. Ik ben normaal wel meer van de poedertjes, maar ik dacht ook, ik ben wel heel erg benieuwd. Ik had een highlighter, dus ja, zo'n stick wil ik ook een kans geven. Ik moest heel eerlijk zeggen, ik moest heel eventjes wennen over welke kant ik het beste op kon gaan met de stick. Maar toen ik die eenmaal gevonden had, vond ik hem echt super, want er komt echt een hele mooie highlighter van af. Je ziet het ook echt daadwerkelijk en dat vind ik bij een poeder vaak wel. Het is soms wel de vraag, ga je het zien, ga je het niet zien. En de stick zie je echt super mooi. Je kunt hem natuurlijk ook gewoon heel fijn op de neus aanbrengen, op je bovenlip. Hij is echt ideaal om aan te brengen. Dus ik ben hier ook heel blij mee. Het laatste product uit de Lights of Orient collectie is het oogschaduwpaletten. Het oogschaduwpaletten heet We Love the Arabian Nights. Als je het paletje zo ziet, ik weet niet of het op de video of op de camera goed overkomt. Heeft die gouden details met dat mooie zwarte eroverheen. Het ziet er heel luxe uit. Ik zou op het eerste moment niet zeggen, als ik dit paletje zou zien, oké, dat komt van Essence. Er staat op de voorkant ook geen Essence, op de achterkant uiteraard dan weer wel. Maar ja, dat lijkt me ook logisch. Maar ik vind het gewoon wel een hele luxe uitstraling hebben. Er zit ook een applicatortje bij, je haal er even af. Anders kan ik het niet zo goed laten zien. Gouden spiegel zit erin, ideaal. En dan heeft hij deze kleuren waar je echt hele mooie looks mee kunt creëren. Het zijn best wel zachte kleuren. Ook een grauwe kleur, wat ik wel heel erg leuk vind. Het is niet een kleur wat je heel vaak pakt, maar je kunt er wel echt leuk mee spelen. Ik moet ook zeggen dat het wel weer een van de betere palettes is van Essence. Ik vond de laatste tijd ook wel dat dan in de limited collectie paletten zaten die gewoon niet zo heel veel pigment hadden, niet zo heel veel voorstelden. En ik vond het toch wel weer jammer, want ik heb dan altijd daar een hoge verwachting van. Deze is toch wel weer een van de palettes die gewoon echt super goed is. En dat vind ik heel erg leuk. Dan heb ik een combi setje van B7. Ik begin even met het potlood. Deze zat samen met de Big Lash mascara. Ze hebben ook hetzelfde patroon, dat is wel heel erg leuk. Ik moet zeggen dat ik over het potlood, hij doet goed zijn werk, maar niet super enthousiast ben. Het is gewoon een potlood die je kunt slijpen. Ik hou normaal liever van zo'n potlood die je omhoog kunt draaien. De structuur die vind ik beter van het potlood dan omdat het ook langer blijft zitten. Maar ja, het is prima, het werkt gewoon prima. Het is gewoon een kwestie van smaak. De mascara vond ik wel goed ook. Dit is dus deze. Ik ga je het borsteltje laten zien. Hij geeft niet super veel volume, maar hij werkt gewoon goed. Hij kleurt mijn wimpers en hij heeft dit borsteltje. Het is gewoon een super mascara. Dit is gewoon zijn werk wat hij moet doen. Het is niet dat ik echt hele grote wimpers ineens krijg, maar ik vind het wel een hele leuke mascara.
dat ik een beetje doe. Hij ziet er heel erg leuk uit en hij doet het verder prima. Dus daarom was ik er wel heel blij mee. Het laatste product wat ik heb is van Essence. En dit is de BB Beauty Balm Lip Gloss with Shea Butter. Het is deze variant in het tubetje. Ik heb de kleur 04 Sweet Dreams. Ik vind het echt een heel fijn product. De kleur is vrij subtiel die er afkomt. Dat stond ook al in de beschrijving. Op de achterkant dat het vrij subtiel zou zijn. Maar toch, je ziet daadwerkelijk wel dat ik wat op mijn lippen draag. En hij biedt tegelijkertijd verzorging en houdt er heel erg van. Ik heb de laatste tijd echt wel heel veel vaak last van droge lippen en dat ze echt zeer doen. Dus dan is dit product echt ideaal omdat ik het toch fijn vind om overdag een keertje op mijn lippen te dragen en dat er ook gelijk verzorging in zit. Ook is het ideaal dat de lipgloss niet plakt. Het is toch altijd een beetje een ding als je lipgloss draagt en je gaat naar buiten en het is een beetje winderig buiten, dat het waait en zo, gaat je haar aan je lipgloss zitten, tenminste bij mij altijd. En dat is bij deze niet zo, omdat die dus niet plakt. Het enige minpuntje wat ik heb is de verpakking. Hij heeft zo'n schuin afgesneden stukje waar de lipgloss uitkomt. Alleen ik durf niet zo heel erg hard in het tubetje te knijpen, omdat ik een beetje bang ben dat hij knapt. Het tubetje zit best wel vol. En ik heb ook echt het gevoel dat als ik er heel hard op druk, dat er heel veel druk op komt te staan. En dat het dus echt wel knapt en dat ik dan overal lipgloss heb. Waar ik het niet wil hebben. Dus dat vind ik het enige nadeel, maar het product is echt super fijn. Dan waren dit alweer al mijn favoriete producten van jullie. Ik vond het wel weer heel erg leuk om terug te zien. Je wordt er even bewust van het feit wat je allemaal hebt gereviewd en hoeveel producten er ook gewoon fijn waren die je hebt gereviewd. En dat vind ik heel erg leuk. Als ik daar positief over kan zijn. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je op de hoogte willen blijven van de nieuwste video's, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie heel snel weer. Doei!